Morgen. Morgen, jongens. Morgen, kijkers. Rushdie Asante, de linksback van Vitesse, is eigenlijk altijd goed gemutst. Vraag het een willekeurige ploeggenoot en ze noemen de sympathieke verdediger één voor één als absolute gangmaker binnen de ploeg. Die gozer die spoilt niet, die gasten, joh. Ik snap die gasten niet. Nee, gangmaker. Ja, dat weet ik niet. Ik hou ervan het dolletje, laat ik het zo zeggen. Ik hou ervan om iedereen voor gek te houden. Dat doe ik bij de trainers. Maar die gasten houden mij ook voor gek. Hier zijn we. Ja, ik zie je. Ik ben misschien wel klein. Maar ze kennen vol lach terug. Maar ik ben eigenlijk altijd aanwezig. Zoals Guram noem ik altijd Spartacus bijvoorbeeld. Dat vindt hij prachtig, vanwege zijn baard. Precies een jaar geleden maakte Asante de overstap van Zwolle naar Arnhem. De geboren Eindhovenaar veroverde bij Vitesse na verloop van tijd een basisplaats. Hoe kijkt hij eigenlijk terug op zijn overstap? Hoe ik het heb gevaren? Positief. In het begin was het even wennen aan de manier van spelen. Maar aan de jongens niet. Sommige jongens ken ik al van vroeger. Mijn concurrent vorig jaar, bijvoorbeeld, Van Aanholt. Zie ik niet als concurrent, zie ik gewoon als een vriend. Labiat ken ik al van PSV-tijd. Jan-Arie van Heijden ken ik nog van Ajax-tijd. Dus we zijn vaak tegen elkaar. Dus ik ben heel goed opgevangen door de jongens, door de staf. Dus het is eigenlijk heel makkelijk voor me geweest eigenlijk om te wennen. Alleen het spel, hoe ga ik de trainer wil spelen, moet je nog even wennen. Ondanks dat PEC Zwolle momenteel hoger staat op de ranglijst in de Eredivisie, merkt Asante aan een aantal facetten dat hij vorig jaar een stap omhoog heeft gemaakt. Zo is hij bijvoorbeeld onder de indruk van Stadion Gelderdoom, de prachtige accommodatie op Papendal en het video-analysesysteem waarin alles wordt geregistreerd. Veel met beelden kijken. Soms denk ik, hey, trainer, ik weet niet wat u nou zegt of aan het doen bent, het klopt totaal niet. En dan komt hij met dingen en dan word ik met de neus op feiten gedrukt. En dan denk ik van ja, zie je dat? Het is wel een grotere club en het is nog een grotere club aan het worden. Alleen de resultaten zijn eigenlijk niet zo goed. In de competitie staan we nu 10e, daar horen wij niet te staan. Daar gaan wij ook hoger eindigen. Dan 10e plaats. Dat vinden niet alleen wij, dat vinden ook de kijkers, de analisten, de journalisten vinden het ook. Ze spelen nog 3 finales voor de beker bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon 3 belangrijke finales. Ook al is het een kwartfinale, maar het is gewoon een finale. En dan zet ik de kosten weg naar Europa toe. 2 momenten in 2014 zijn Asante vooral bijgebleven. Het eerste moment is zijn debuut, die hij onlangs maakte voor het nationale team van Marokko. En papa trots, je ouders trots. En dat maakt je gewoon blij. En maakt je familie blij. En bijvoorbeeld Ajax 04. Het beste resultaat volgens mij van 2014. Dus die gasten hebben geen enkel op goal geschoten. 2 keer bijvoorbeeld. Dat is een vrije trap die bokste Rome weg. En nog een eentje bijvoorbeeld. Maar voor de rest niks. En daar ben ik wel heel trots op. En dan we waren heel blij een keer elkaar. Maar zo kan het dus ook. En dat is een les die we mee moeten nemen van jongens. Eigenlijk is het 4 keer een road kampioen geworden. En die rol je op met nog 4. Dus waarom kunnen we niet van alle teams winnen? En dan moet je wel dezelfde instelling hebben. Is goed voor ons. Naar het publiek toe, die flankt er heel erg naar. Inzet. En dat is heel belangrijk voor ze. Dus we hebben eigenlijk nog wel goed te maken, eigenlijk, tweede seizoenshelft.